Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Sword and Shield Avatar Lock samen met Jordi van de Subpar Guys, sorry. Wil je echt ging zeggen Justin Fragmentus? Nou, ik begon met Justin, toen dacht ik, waar wil ik heen met dit verhaal? Dat was niet zo geen idee, maar ik ging echt naartoe. Buongiorno. Hey, buongiorno, die ken ik. Vandaag, ik doe een korte team recap, want voor de mensen die de vorige aflevering niet hebben gekeken, schaam je, kijk nu de vorige aflevering. Ja, dat is wel de moeite waard. Mijn team is naar de tering, om mij even heel simpel te zeggen. Ja. Met uitzondering van Bronzong en Grimmsnarl heeft de Cinderace van Hop mijn hele team uitgemoord. Dus kleine team recap was over nodig. Ik heb nu Caliburn, de Ekeslash met Iron Head, Psychical Cut, King Shield en Sacred Sword. Ik heb weer Kyoto met Gyro Ball, Body Suppress, Extra Sensory en Heavy Slam. Plumeria is weer terug met Drill Run, Sucker Punch, Liquidation en Excessor. Nu hebben we Charybdis, de Ascent met Brine, Recover, Shadow Ball en Hex. Dan heb ik Mr. Amaretto, de Mr. Rhyme met Psychic, Drain Punch, Sucker Punch en Vriesdraai. En heb ik nog Bulltar, de Grimmsnarl met Foul Play, Power Whip, Spirit Break en Drain Punch. Die vind je leuk, hè? Yes. Niet, Mr. Amaretto. Ja, vind ik een leuke naam. Ik heb mijn Snomers geëvalueerd in Frostmoth. En hij is nu level 51. Met Aurora Beam, Bug Buzz, Aurora Veil en Blizzard. Ja. Nou, en dit wordt... Dit was sowieso niet mijn laatste team, want ik ga nu op gif op innemen en gaat iets gebeuren. Ja, denk je? Ik zit er zo in van. Macrocosmos is en blijft een beetje een dingetje. Wat moeten we nu ook weer als eerst doen? Hop is veel hoger level. Wacht, je viel even weg. Oh, Hop is veel hoger level. Dan Macrocosmos. Ja. Dus op zich, daar ben ik niet bang voor. Het is voornamelijk alleen maar steel types. Ja, precies. Moeten we met Piers praten buiten? Ja, met Piers moet je praten. Dan trigger je die rare cutscene. Dan mag je die rare Macrocosmos member 3 keer gaan vinden. Met ja, rare dat zonnebril. Is ook zo'n onzin. Hij had gewoon gezegd van, hij is in de monorail. Maar ik kan de monorail niet in. En dan lopen we naar de monorail en doe dan meteen even die toren. Dit stuk is onnodig. Yup. Oké, daar heb je Plumeria. Nee, niet Plumeria, hoe heet ze ook alweer? Oleana. Ik zit er soms wel eens over na te denken. Hoe vet zou het zijn om alle Pokémon games in deze graphics te hebben, zeg maar. In deze stijl. Dat zou zo vet zijn. Nou, dan heb ik liever de Let's Go stijl. Ja, ik echt niet. Ik vind dit veel beter dan Let's Go. Ik vond Let's Go veel te kinderlijk. Veel te kinderlijk. Nee, echt qua... Voor mij is het echt meer qua artstyle. Want ik vind die van Let's Go gewoon echt iets... Ik weet niet, voelt meer cartoony aan. Ja, hoe heet het? Die van Let's Go is cartoony, bedoel je? Ja, ik vind dat hier wel iets meer passend bij, denk ik. De trainers mogen allemaal nog steeds hetzelfde zijn als hier. Dat mag wel, maar ik vind de Pokémon gewoon... Ik vond de Pokémon gewoon iets leuker eruit zien in... Let's go. Oké. Okay. Ik heb geen fire Pokémon, hè? Nope, heb ik een fire move ook niet. Weet wel waar de tweede en de derde. Waar die de tweede en de derde keer zit. De eerste staat er rechts bovenin. Met de kop tegen de muur. Oh, die dacht ik te weten. Alleen die. Oh ja, die kon je niet van afstand zien. Zo. Ja, hier heb ik dus geen ruk aan, Marnie. Geef me eens wat mijn defense boost. Oh, hij heeft een Meowf. Ja, hij heeft een Meowf en heeft een Durant. Dat is moeilijk. Maar valt op zich wel mee. Nee, dat was ook best wel duidelijke sarcasme, hoop ik. Nou, die mail valt mee. De rent kan soms nog wel een issue zijn. Ja, maar niet als je een Ninetales hebt. Nee, klopt. Als je een Fire-type hebt, niet. Nee. Maar als je geen Fire-type hebt, wordt het een beetje moeilijk.
Oeh, mijn speed, Rose Sharp. Lee, waarom? Ja, vanwege Marnie's gejuich, hè? Oh ja. Maar ja, heb ik ook. Kijk, als het nou een moeilijke battle was, maar. Nee, het is letterlijk tegen een scrub. Just, oh, now them a while. Dus echt... Oeh, zo ben je alweer bij Mawile. Wat ben je allemaal aan het doen? Speed button zeker. Nee, de volgende Pokémon die hij heeft. Want hij wisselt zijn team iedere keer. Mm-hmm. En de tweede keer begint hij met een Mawile. Waar zit hij de tweede keer? Fontein. Links van de fontein. Oh ja, daar met die twee jongens aan het praten. Ja. En dan de derde keer zit hij in die telefoonboef, toch? Wat naar mijn mening nog steeds... Want de eerste keer dat ik dat dacht ik van, oh, die zit een telefoonboef. Nee. Oh. Hm. Oh, tweede keer zit een telefoonboef. Nee. Oh, ja, oké, okay, maar hij moet toch een keer in een telefoonboef zitten? Ja hoor. Ja. Nee. Nou, Mawile ook dood. Eén ding weet ik wel, dat ik na deze sessie echt even weer terug ga naar de Raid Dance. Even weer wat TM's en TR's fixen. Ja, en dan ga ik gewoon een van mijn andere Pokémon's trainen en candies geven. Mm-hmm. Zodat ik nog een zesde Pokémon heb voor de battles. Ja, want bijvoorbeeld mijn Jellicent heeft nu Brine, Recover, Hex en Shadow Ball. Op zich niks mis mee, okay. Maar dan heb ik liever iets als Scald. En mm-hmm. Dan nog iets als Strength Sap of Will-O-Wisp. Mm-hmm. Maar Will-O-Wisp hebben we toch als TM gekregen? Daar heb ik er waarschijnlijk overheen gekeken. Van Kabu. Zal even kijken. Het kan ook zomaar zijn dat ik overheen heb gekeken hoor. Mm. Maar ja, dan wil ik alsnog Scald hebben. Mystical Leaf, trekt. Daar willen. Ik heb er gewoon overheen gekeken. Ja, ik dacht dat er moet wel eens een TM, dus die moet er gewoon in blijven staan. Oké, dan mis ik eigenlijk alleen nog maar Scald. Want Will-O-Wisp is hartstikke mooi, maar Will-O-Wisp kan ook missen. Dat kan zeker, ja. En een damage move is altijd wel handig. Nou, volgende stuk. Oh, meneer in de phoneboef. Hoe maakt u het? Goed? Mooi. Hier, Eke Slash. Let's go. Pharaoh Seed, 4 keer tegen vuur. Ja, maar dat ja. Dat is toch zielig. Nou, Bugsteel is ook 4 keer zwak tegen vuur, maar voor de rest is het echt een hele goede typing. Oké. Okay. 4 keer zwak zijn tegen een type is niet heel erg. Als je maar die type vermijdt. Als je type maar vermijdt en je niet heel veel andere weaknesses erbij hebt. Mm-hmm. Want zo is bijvoorbeeld... Kijk, het is hartstikke mooi. Bugsteel, fire, voor de rest heb je geen weaknesses. Nou, dat is met Gyarados natuurlijk ook. Die is niet goed tegen elektrische aanvallen. Maar verder is het ook gewoon een goede Pokémon. Ja, dan ben je alleen... Kijk, Water Flying, dus... Je bent alleen maar zwak tegen elektrisch, want... Je wordt niet gek op ground, dus op zich is het allemaal top. Maar heb je iets als bijvoorbeeld een Bombersnow? Oké, je bent zwak tegen vuur. Je bent zwak tegen steel. Je bent zwak tegen bug. Je bent zwak tegen flying. Poison. Je bent zwak tegen poison. Je bent zwak tegen rock. Wat is dat voor een kut Pokémon? Nou, ik heb nog een ergere voor je. Cacturn. Bug, fire, ice. Fairy. Fight. Fight. Flying. Nou, yes, voor mij heb ik ice al gehad. Ja, dus... Ik heb meeleen met Crest Dark types. Shift 3... Cacturn. Zeroot. Ja, maar die zit toch nog niet officieel in de game? Officieel nog niet, nee. Hij is toch nog niet uitgegeven, zeg maar. Nee. Maar ik hoop echt niet dat het weer zo'n bekeerna verhaal wordt. Van, ja, en ik heb helemaal krijgen events. God, op, geef me ons gewoon legendaries die gewoon echt in de game nog uitmaken. Stop met die event-pokémons. Yep.
Ja, of gewoon net als vroeger, weet je wel. Dat je dan naar zo'n eiland gaat en dat je dan... Ook goed. Dat was echt vet. Zo met Darkrai en met Deoxys, met dat soort dingen. Dat was vet. Ja, maar dan geef je ook nog een fuck. Mm-hmm. Eerlijk gezegd. Nou, terwijl ik cutscene bezig is, ga ik nog even kijken van... Hey, misschien kan ik nog iets vinden in de wild area waar ik nog niet heb gevangen. Maar ik ga er eerlijk gezegd vanuit... Sta jij ook al voor Rose Tower? Nee, ik heb nog die cutscene voordat ik naar Rose Tower moet gaan. Met Pierce. Ja. Let's go ahead! Ja, nou, eerst even een itempje pakken. Nu heb ik die. Nee, het enige wat zometeen nog kan zijn is dat er heavy fork is in de wild area. Maar ja, dat wist ik al van tevoren. De enige manier hoe ik dingen kan vangen in de wild area is als er heavy fork is. Anders... Mm. Geef maar op. Wat was het item wat hier lag? In de buurt van Rose Tower? Ik ga kijken voor je. Links ligt een electric seed. Even doorrijden, dankjewel. Er ligt bij het bord een eerie impulse. Ja. Dat is een aanval. En rechts ligt een cell battery. Ja, daar ben ik niet zo heel veel aan. Even kijken, eerie impulse. Even kijken, is dat nog een beetje... Want sommige moves ken ik totaal niet meer. Hmm. Even kijken. De ingang van Rose Tower, hè, dat lijkt net op zo'n gym ingang. Ja, klopt. Nou, laten we naar binnen gaan. Hallo mevrouw, hallo meneer. Laten we gewoon even naar binnen gaan. Nou. Marco Cosmos, of Macro Cosmos, Elijah. Dit is wel mijn favoriete battle theme. Het loopt zo mooi door. Dit is wel een leuke battle theme, ja. Ik kan me deze bijna niet meer herinneren. Oké, okay, Durant is dood, aju. Oké, ik moet wel direct naar iets anders gaan wisselen, want Durant. Oh, ik zie echt op tegen Oleana met haar Garbodor Gigantamax. Zo, je Flygon leeft toch nog? Ah ja. Maar dan nog, dat wordt spannend. Ja, om naartoe te komen. Ja, zolang je niet Flygon tegen een Frostless tegenaan zet, dan zou ik me niet al te veel zorgen maken. Ja. Ik kon ondertussen wel nu die Durant fucking Crunch aan het spammen is op mijn Bronzong. Ik snap ook niet waarom ze Steel-types weer hebben genulfd van... Nee, nu zijn ze weer zwak tegen Dark, maar waarom? Steel-types zwak tegen Dark? Ja, ze resisten het oorspronkelijk. Mm-hmm. Maar nu zijn ze er neutral tegen. Nee, wat is Bronzong? Mm. Steel Psychic. Ah ja. Ik snap waarom ze het hebben gedaan vanwege Metagross, maar... Ja. Daarmee nerf je ook direct weer iets als een Bronzong. En dat vind ik weer zo jammer, want... Het zorgt gewoon voor dat Bronzong ook weer minder handig is. Yep. Want heel veel Pokémon's hebben gewoon een Dark-type. Het zijn Dark Pulse Crunch, Darkest Lariat. Ja, nou. Succes. Dat is grappig met Incinerate, One-Hit KO, de Q-Kufan. Terwijl ik echt voor die Bronzong ging waar ik nu tegen moet. En die is niet eens dood. Mm-hmm. Oh, dubbel. Kon je echt niet meer schade? Oh, hij paralyzed hem. Dat scheelt. Ja. Nou, let's go. We mogen naar de lift. Let's go. Wat ik wel weer jammer vind, dat dit geen, I don't know, hideout is. Ja, al vind ik wel het lift-idee wel vet. Het lift-idee is vet, maar hij had gewoon gezegd van, hey, om naar het volgende niveau te gaan, moet je een key halen. En die zit ergens op deze vloer. A la Silvco eigenlijk. Maar dan zonder de warp tiles. Ja, of net als bij de Aether Foundation. Ja, dat je gewoon 3 vloeren hebt. Even iets meer ervan weet. En dan gewoon weer terug gaat.
Weet je wat, dat is ook prima. Maar kom niet met, ja, je hebt alleen een lift. En dit is eigenlijk echt vermakkelijkt voor jonge mensen. Want je wordt gewoon na elke battle geheeld. Ja. Klopt. Nou, dat was vroeger niet. Nee. Vroeger werd je bijna nooit door NPC's geheeld. Alleen maar door de Pokécenter. Ja, nou, één voorbeeld wat ik kan noemen is dat je geheeld werd. Was destijds in Silvco. Dat bed. Op een van de vloeren. Maar dat wist je ook ja, niet. Ja, maar precies. Dat moet je maar weten, zeg maar. Het is niet dat gewoon een NPC naar je toe komt. Hallo, hier word je geheeld. Ah ja. Hallo, ik heb in de gaten dat jij bijna dood bent. Laat ik jou even healen. Ja. Oh, jammer dat die Klang ook niet won het keel ging. Anders was het gewoon één aanval, twee Pokémon's dood. Ja. Incinerate hit allebei, dus dat is wel echt nice. Ja, dat is wel het nice aan de vuur Pokémon hebben nu. Je doet gewoon trainen, dood, trainen, mm-hmm. dood, trainen, dood, trainen, dood. Ja, en ik moet het doen met mijn Aegislash. Mijn Aegislash heeft ook een high risk. Want je weet de gimmick van Aegislash? Ja, dat als hij zijn aanvalsmodus heeft, dan is hij heel sterk, maar dan is zijn defense heel slecht, toch? Yep. Dat is ook de enige reden waarom ik nog King Shooter maar gewoon op heb gezet. Mm-hmm. Ja, anders kan het heel snel misgaan. Mm-hmm. Nou, volgende vloer. Welke battle heb je net gehad? Ik heb net de Koufanta en Bronzong gehad. Oké. Okay. Ja, ik moet het doen met of ja, Bronzong weet ik. Slash. Ik wist niet zo goed waar je was. Ja. Krijgen we nou nog een battle? Ja, voor mij zijn het er drie. Dus midden, links, rechts. Oké, ik ga wisselen, want ik ga niet in tegen een fucking Mawile met een Aegislash. Dat is vraag om problemen. Steelix en... Oh, hoe heet dat ding? I know, de naam staat bij jou. Ja. Het is een Pokémon die ik nooit gebruik. Stunfisk. Oh, Clarion Stunfisk. Ver en af. Dubbel, wanneer ga je een keer schade doen? Want hier niet. Hebben we natuurlijk niks aan. Hij gaat nooit schade doen. Ja, dat was wel te wachten dat jij dat zou gaan doen. Here we go. Dat is één hit. En dat zijn twee hits. Hoppakee. Steelix is Gonzo. Ja. Een Steelix maakt me niet zoveel zorgen om. Dat is gewoon de Jellicent gaan en killen die help. Maar ik maak me dan meer zorgen om iets als... Nou, Stunfisk ook niet. Ik maak me meer zorgen om iets waar ik tegen nu vecht in mijn Wile. Ja. Snap ik. Maar die heeft letterlijk... genoeg om mijn hele team uit te moorden, met uitzondering van mijn Golisipot. Dus voor mensen die denken van, hey, af en toe heel hartstikke leuk, kies geen Air-Nazie. Of Air-Nomads. Terwijl jij echt heel goed ging, hè, in het begin. Ja. Zeker toen ik helemaal gewiped werd door Kabu. Toen dacht ik, nou, ik zie er echt uit als een loser. En nu hebben we allebei... Nou, ik denk dat jij nog steeds wel minder deads hebt dan ik, hoor. Het verschil is denk ik 1 of 2. Ja, niet zo groot meer als eerst. Nee, dit komt echt... want vuur, je hebt fire, dark, electric en dragon. Jouw enige shared weakness is ground. Want fire en electric ground. Mm-hmm. Mij is het psychic en ghost, dat is crunch. Nee, dat kan ik nooit, dat kan ik nooit opvangen, want dat heb je al gezien met Bronzong. Bronzong kan het ook niet taken. Nou ja, flying is niet defensief en fairy is ook niet echt defensief, dus... Ja, en dat matchte niet echt met mijn speelstijl, dat was wel te merken. Nee. Heeft Oleana ook alleen maar steel? Nee, Oleana heeft... Even kijken, Oleana heeft... Waar begint die mee? Frostlash heeft een Milotic. Heeft een Serena. Maar begint ze met een... Ze begint met een Frostlash. Oké.
Die, voor Marlotte heb ik ook wel wat. Serena. Voor Serena heb ik ook nog wel wat. Dan heeft ze nog iets en dan heeft zij Garbodor. Of dat is het, okay. En dan heeft ze voor de rest niks meer. Zeker weet ik niet, maar het is sowieso ja, wel... Ja, 5 Pokémon's heeft ze. Oké. Okay. Dan weet ik even de laatste week dan 15 niet meer. Oké, okay, Froslass is dood. Nice. Ook een vette Pokémon trouwens, Froslass. Uh-huh. En deze battle team is ook vet van Oleana. Klopt. Die is inderdaad heel vet. Nou, is dat klaar? Komt de bounce. Tegen wie is de bounce? Natuurlijk tegen Jellicent, want waarom ook niet? Nou, ik vind niet erg. Brian wordt sterker des te minder HP je hebt. Maar het is een hele risky move om te doen in een Nuzlocke. Maar je probeert... mijn lot, ik leef op 1. Je moet je altijd low houden. Nou, dat was dat. Nou, hebben we dat gehad. Dan hebben we tenminste Macrocosmos gedaan. Nu is het de laatste lift doen en dan is het Oleana tijd. Yup. Oh, Celestial. Oh ja, want ze heeft allemaal Pokémon gebaseerd op schoonheid en ja. Hoezo is... Gebaseerd op schoonheid? Ja, mooie Pokémon. Maar Celestial en Garbodor zijn toch niet mooi? Celestial is mooi. Maar de grap daarvan is het is schoonheid van buiten. Maar zij is niet schoon van binnen. Daarom is haar main ook een Garbodor. Ja. Dat is de grap ook met dit. Oh, oké. Okay. Ik heb bijna allemaal wanted KO's. Nice. Alleen Garbodor. Oh ja, Garbodor heb ik dan Flygon voor. Ja. Ja, ik denk dat ik Garbodor zo meteen gewoon Bronzong ga gebruiken. Let's go, Grimmsnarl. Foulplay tijd. Oeh, Tsarina die heeft echt wel 2 hits nodig. Ah, fuck jou, Liana. Ah, een crit, wat lullig. Ik ben gewillig. Ze dacht van, nu doe ik een keer schade, laat ik dan ook meteen maar critten. Oké, Garbodor. Ook weer een hele vette Gigantamax. Klopt, ik vind die references zijn wel heel nice. Mm-hmm. Heb jij de dingen gezien? De nieuwste anime van Pokémon? Ja, maar bedoel je de nieuwste episode of alleen maar de nieuwste anime? Nee, de nieuwste anime. Ik heb denk ik de eerste 20 afleveringen gezien. Ja. Tot en met de aflevering met Gengar, zeg maar. Oké, nee, ik ben of, ik ben misschien bij. Nog dat hij die Dragonite krijgt. Die heb ik ook nog gezien. Ik ben helemaal up to speed daarmee. Oké. Okay. Ik vind het wel grappig dat hij dan heel snel een... Ik vind het zo vet dat ze daar allemaal regio's af gaan, zeg maar. Nee, klopt. Dat is ook een beetje de gein van de naam Journeys. Want ze gaan iedere keer op Journey ergens anders. Ja. Ja, dat vind ik wel echt leuk bedacht. Dat is ook de manier om een aantal characters weer terug te krijgen. Zoals Corina van Gen 6. Ja, klopt. Met die skater met Lucario, toch? Ja. En je had ook nog... ik heb hem gewoon net KO'd. Nice. Wat was ik nou aan het zeggen? Je had toch ook zo'n dude, echt een shiny hunter in de game. Zeg maar. Iemand die alleen maar shinies vangt. Ja. Ja, fucking grappig. Toen ik dat hoorde, dacht ik, oh, dat is echt nice. Ik wil echt hem zijn als ik een keer een... zo'n character kan kiezen van de anime om in een game te hebben, zeg maar. Ja. Maar had je al de Slowpoke episode gezien of dan nog niet? Nee, die heb ik niet gezien. Nee.
Maar wat was het voor een episode? Een beetje de grap van Slowbro en Slowking. Dus hoe krijg je een Slowking, hoe krijg je een Slowbro? En dan dat ding wat op Slowkings hoofd komt, of op hoofd zit. Op zijn arm. Die komt op het hoofd van S te zitten. Oh, daar heb ik wel stukjes van gezien, volgens mij. Of volgens mij via Serbië of zo. Oké, nou, Liana is verslagen. Dan gaan we deze cutscene even door en dan stoppen we de aflevering, denk ik, of niet? Dat is dan het einde van de aflevering, ja. Ik vind het zo raar dat dit dan opeens weer getekend is. Ja, ik snap die keuze niet. Ah, 2 hits. Amaret, je kan geen 2 hits steken. Dan gaan we terug naar Bronzong. Het is ook een beetje zo'n anticlimax, hè, deze toren. Want, Oleana doet helemaal van, joh, je mag hier niet zijn. En dan kom je bij Leon en die Rose en dan is er niks aan de hand, zeg maar. Nee, oftewel, klopt. Niet dat je weet, zeg maar. Nee, en het hele idee wat hij heeft, oké. Prima, energie, mm-hmm. Duurzaam. Weet je wat? Daar kan ik allemaal inkomen. Maar dit komt weer uit het niks. Ja. Van, ja, nee, we moeten het nu doen. Ja, oké, waarom moeten we het nu doen? Kijk. Ja, maar dat is toch ook heel Leon's idee, zeg maar. Waarom moet dat nu? Ja, wacht tot morgen. Ja, nee, want dat zegt hij ook van, als jij tot morgen wacht, dan ga ik mee met alles wat je wil doen. Ja. En dan zit ik ook zo in van, ja, laten we het morgen doen. Want als je dit niet had willen doen, waarom doe je dan nu de gym challenge? Ja, precies. En dat is een beetje het vervelendste aan deze hele story. Je hoeft niet eens moeite in te stoppen en je pookt er al gewoon gaten in. Mm-hmm. Yup. Kijk, Pokémon speel je niet voor de diepe stories, dat weet ik ook wel. Maar... Nee, maar ik snap wel heel goed wat je bedoelt, hoor. Vergelijk dit met Sun and Moon. Niet met Ultra Sun en Ultra Moon, want dat verhaal was gewoon crap. Maar Sun and Moon, van het hele verhaal van... Nou, familiedrama. En dat iemand gewoon compleet gek wordt, omdat... de man en de vader van je kinderen opeens... in zo'n Ultra Dimension gaat. En je wordt helemaal gek daarvan. En je dan helemaal koekoe wordt en dan zegt, weet je wat, ik blijf me niet in Lego Dimensie. Ja. Volledig te begrijpen. Want je bent koekoe, dus logica wordt toch niet toegepast. Dus... Nee, precies. Dat is allemaal wel te begrijpen, maar ja, wat heb je hier? Ja, ik wil duurzaamheid. Oké, ik zag letterlijk 2 van jouw gebouwen die letterlijk op kolen runnen. Ja. Ja. Nee, maar dat is gewoon met alles. Dat is... De story had gewoon wat langer moeten sudderen. Ja, gewoon, ze hadden wat eerder moeten beginnen ermee. Ja, want één iemand had een heel mooi verhaal hiervoor geschreven. Puur op basis van de punten die je hier had. Als je gewoon had gezegd van dat oorspronkelijk Roos heel erg rustig was en wist dat er aan de hand was en langzaam maar zeker het wilde doen. Maar omdat hij directeur was en mensen hem steeds pushte om dingen sneller te doen. En hem nooit meer in contact gaf met de omgevingen. Geen sens meer van tijd. Dus dat moest opeens nu gebeuren. Ja. Weet je wat? Dat was logischer geweest. Want daarvan had je het al in... niet in Motorstoke, maar in de Gym 2. Daar was Roos aan het praten met mensen. En Oleana was iedere keer aan het pushen van... Nee, kom op, volgende afspraak. Ja. Had dat wat vaker gedaan en dan was dit op zich logischer geweest. Ja, precies. Ben je nog steeds in battle? Ja. Okay. Maar Lotek gaat is het een beetje? Dat gaan we maar. Mijn Lotek is recover aan het spammen. Oké. Ja, ik heb geen... Ik kan niet naar mijn Grimmsnarl gaan, want die kan niet echt een hit taken. En die is ook geburnt, dus dat is geen optie. Oké. Dus ik ben met Jellicent aan het doen. Maar ja, Jellicent staat niet bekend om zijn hoge... offensive capabilities, om het maar even netjes te zeggen. En om het nog erger te maken, die Milotic kan ook niets tegen mij doen, want ik heb Water Absorb. Dus het schiet niet op, zeg maar. Hij doet geen damage tegen mij en ik doe bal weinig damage tegen hem.
Hier nog even. Kan je ondertussen, als jij ondertussen klaar bent met het stuk, even in de wild area kijken naar wat voor weer het is? Dat kan ik, want ik ben toevallig net op de map, want ik ben ondertussen ook wel bezig. Waar wil je het weer weten? Er is nergens mist op het moment. Nou ja, weet je wat, dan doen we als afsluiten zometeen gewoon nog een klein rondje wild area. Dus gaan we even... Oh ja, ik ben ondertussen ook eventjes aan het kijken, want ik ben ook inderdaad ondertussen weer bezig. Dus, ja, nee, dan wanneer ik Oleana en de anticlimax heb gehad, dan ga ik vanuit Hammerlock gewoon even een rondje maken door wild area heen. Misschien vinden we nog iets, misschien vinden we 3 keer niks en moeten we doen met wat dingen in de box hebben. Want we hebben genoeg in de box, daar niet van, maar... Eerlijk gezegd... Als... Maar de aflevering is wel bijna een half uur, hè? Dan gaan we er iets over. Of wil je nog een episode doen aan Wild Area? Nee. Daar kan ik je niet op beloven, dat vullen we geen half uur mee. Nee. Nee, en jij moet straks ook... gewoon eventjes een heel teampje gaan bouwen, zeg maar. Nee, precies. Echt even aan de reparatie, want... Ja. Op zich, dit is prima om Macrocosmos door te gaan. Mm-hmm. Maar ik heb ik heb niet echt iets tegen Dark-types. Dus ik moet voornamelijk TM's en TS fixen. En ik denk dat ze meer dan aan het kloppen waren. Dus dan moet ik het even in meentje lullen. Oh, de mensen die wat geklopt zijn al klaar? Wacht, hè? Ik snap het niet. Oh, ik dacht dat iemand bij jou aan het kloppen was. Oh, nee. Ah, je klopt op de tafel. Nee, niet dat ik weet. Oh, dat was mijn telefoon die ik verplaatste. Ah, oké. Ik dacht, ik draai hem even om, anders mocht hij trillen, dan krijg je echt heel hard geluid. Nou... we gaan weer verder met de avonturen van Milotic in Jellicent. Ja, dit duurt zo lang. Het echte is nog, ik krijg niet eens een drop in Special Defense dankzij Shadow Ball. Dus het schiet gewoon niet op, dat is de moraal van het verhaal. Dat is het moraal van het verhaal, want zij heeft Aqua Ring, ik heb Burn. Nou, Burn doet iets meer dan Aqua Ring, maar dan heb je het over 1 of 2 extra meer HP. En met dit hebben we eindelijk de Milotic verslagen. Yay. Ik hou van stallfights. Daar ben ik echt wel fan van. Maar zelfs ik zit erin van, ja, dit duurde veel te lang. Ja, fuck it. Ik maak het af met Eggslash. Mijn Bronzong heeft niet heel veel HP meer. En om nog te gaan heren tegen zometeen nog een... Garbodor? Nee. Dat gaat hem niet worden. Gewoon Gigantamaxen. Jij bent sneller? Hoe de fuck ben jij sneller? Dat weet ik niet. Nee, aan de andere kant is het niet heel erg, want dan zit ik meteen in defense mode. Dus... Mijn defense is sowieso is nog hoger voordat hij lager wordt, maar alsnog. Mooi is anders. Dat lijkt me zo... Kijk, een grote Pikachu à la eng, oké. Maar een grote Aegislash of een grote Honedge, het is gewoon een zwaard. Ja. Yeah. Ja, die Ezreal heeft... die Ezreal heeft een ground move. Kutzooi. Zo jammer. Nou, ik wist dat die ground move zat. Dan wil ik ook niet naar Bronzong gaan. En Max Steel Spike doet niet genoeg. Hey, Flareon. Oké, dit kan misschien nog wel oplossen. Dan doen wij een Max Guards. Hey.
Orbeetle. Oké. Die snapte ik niet helemaal. Ik deed max cards en alsnog gaat hij naar ding toe. Oh, for fuck's sake. Nu moet ik weer iets in hit laten tekenen waar ik geen zin in heb. Nee, ik dacht dat je met iedere defensive move er terug naar ging, maar... Dat is dus niet het geval. Oké. Plumeria, take the max quake. Het is zonde, maar ik ga niet in sword mode een max quake tekenen van een Garbodor. Nee, precies. En dan doe je... Oké, ik call Hex. Ik call fucking Hex. Wat gebeurt er? Garbodor doet max rockfall. Terwijl ik nog in de buurt... Terwijl ik nog Aegislash op had. Ja, net alsof hij weet van tevoren dat je gaat switchen. Ja. Ja, dat is wat er voor, ja. Dat is heel raar, want als het niet het geval was, dan had ik nog rustig in dit. Dan had een collisiepot kunnen taken en had ik hem gekild. Maar ja. Mm-hmm. Ach ja, kan nog steeds met gewoon een simpele. Waarom doe je dan nou Toxic Spikes? Ik snap de dat game niet. Dat zal ik jou eens vertellen. Nou, vertel maar. Nee. Ik snap hem niet. Dat hij bijvoorbeeld Toxic nog wil doen, prima. Maar Toxic Spikes? Nee, hey, ik ben tenminste lang blij dat ik nou niks heb verloren. Nee, precies. Is hij dood? Oliana is dood, maar ik heb nu eerst even nog de anticlimax. En dan doen we ons rondje Wild Area nog. Desperate. Maar ik ben echt even aan... Ik ben al aan het nadenken wat ik nog in het team ga stoppen. Snap ik. Want ben jij tevreden met jouw team? Ja, wel als ik mijn laatste Pokémon... ik heb nu een Pokémon toegevoegd, die ga ik nog trainen. Want welke heb je toegevoegd? Litwick voor Chandler. Maar, hoe heet het? Is Poison nou super effective op psychisch of juist niet? Psychic is effective, super effective tegen Poison. Oké. Okay. Maar wat is nu jouw team? Want je hebt een Ninetales, dan heb je een Chandelure. Je hebt een Flygon. Skunktank. Ja? Wacht. Dus Chandelure, Skunktank, Ninetales, Flygon. Ik mis er nog twee. Fikervolt. Ja? En nog één. Die ben ik even vergeten. Nee, oké, je hebt nog op zich nog een redelijk gebalanceerd team, maar ik stond er nu al van, jezus, je hebt een gigantische krant weakness. Maar toen dacht ik van, oh ja, wacht even, je hebt twee Pokémon met levitate, oké. Okay. Toen redeneerde ik nog, oké, je hebt een rock weakness, want dan heb jij twee fires en een bug. Maar toen zei ik ook van, wacht even, je hebt ook nog een ground type. Dus ja. Oké, nou, hebben we dit gehad, dan kan ik eigenlijk even de wild area, want ik wil echt even gaan... Kijken, want de enige twee plekken die ik nog wil opzoeken zijn, eerlijk gezegd, alleen nog even het hoekje. En hopelijk dat misschien nog ergens een fork is. Want daar zit ik eigenlijk op te wachten, fork. Mhm. Want uit een fork kan ik een Clefairy halen, een Ralts, een Togepi. Want ik ben op zich... Dat is wel interessant voor een in je team. Want ik ben op zich heel blij met het team wat ik nu heb. Maar ja, het mist gewoon... Wat... Power. Mm-hmm. Vader van power. Ik weet misschien nog één plek waar ik nog misschien een ding kan krijgen. We doen eerst even onze ronde. Ik ben even in een matchreetje. Ja, nou, let wel op, hè. Mhm. Dat is zo sneeuw. Ik had zo mooi gevonden als er ergens een mist was, want dat zou zoveel schelen. Want bij wijze van spreken, een Clefable maakt mijn team al af. Ja, precies.
Want dan kan ik gewoon een Clefable Dates laten tekenen. Want Bronzong is goed. Maar ja, zonder Levitate is die... Niet zo goed. Minder, om even... ik had nog hoop op Sylveon op dit eiland, maar... Ook pas als het mistig is waarschijnlijk. Probably. Want het is nu intense sun. Maar het is 's nachts, dus je kan bijna het argument geven, ja, het is eigenlijk mistig. Ja, eigenlijk wel, hè? Ja. Ja, zelfs met Rotom. Hartstikke mooi Pokémon, maar dat kan je ook alleen maar op bepaalde plekken vinden. Wat op zich totaal geen verkeerde Pokémon voor jou was geweest, Rotom. Nee, klopt. Maar je kan hem letterlijk in iedere type zetten die je zelf zou willen. Ja, eigenlijk. Ja, dat klopt. Dat had wel gekund. Electric Fire, Electric Water, Electric Flying, Electric Ice en nog Electric Ghost. Ja, maar daarvoor moet ik geen Electric type. Daarvoor vang ik geen Rotom. Als ik Rotom vang, dan vang ik hem omdat ik hem in een vorm wil krijgen. Niet omdat Electric Rotom Ghost zo goed is. Nee, precies. Vind ik wel de mooiste vorm, zeg maar, qua design. Ja. Oh. Ik zag nog eentje die ik nog kon vangen. Hey, Sigalif, kom eens even hier. Hier komen. Oh ja. Hier. Goed beest. Dank u. Nee, maar eerst kon ik hem niet vangen, hè. Very strong looking. Heb je nog quickballs? Nope, ik heb alleen maar ultraballs. De Reuniclus is dood. Nee. 5 sterren, dus ik koop een beetje goede candies. Ah, vast. Ah. Kom op, ga aan die bal. Sigalif, ik heb niks wat ik jou me kan killen. Tenzij je me gaan irriteren. Maar ik ga jou niet willen wispen, want dat is ook weer zo zonde. Will-o-wisp. Oeh, Inferno. Oh, accuracy is 50, dat is goed. Nou, dan hoef ik geen Inferno. Nee, je mag geen Disco Inferno. Nee. Sigalif blijft ook niet één keer in de bal, dus gewoon nope. En ik hoef ook niet per se een Sigalif, maar opties. Precies. Azula evolueert. Azula is de Litwick? Ja. Oké. Inmiddels een Lampent. Weet je wat? Bal. 1, 2. Duskstoontje en dan is het een Chandler. Nice. Ja, ik zit alleen met twee dingen in mijn hoofd. 1. Jij en ik moeten sowieso een backup team gaan maken. Dat als iets gebeurt, dat we even andere dingen erin kunnen doen. Ja. Yeah. Want weet jij wat de eerste gymleader is waar je tegen moet gaan vechten? Nessa? Nessa, ja. Nou, ik hoop dat Dinges daar veel schade kan doen. Pikevolt. Ja, want dat is een beetje een ding. Want op zich, jouw team is redelijk water weak. Op zich. Het is ook puur even kijken naar jouw team. Want voor de rest, het mankeert niet zo heel veel aan jouw team. Maar ja, dat is een beetje het nadeel van dat. Oké. Charybdis, je gaat even naar boven. Hallo, Glade. Ja, je kan wilde Glades vangen, dus vangen die op. Ik kom waarschijnlijk toch niet meer aan een Ralts, dus dan is Glade mijn beste tweede optie. Precies. En het is Psychic Fighting.
En heb ik tenminste allemaal mijn vervanger voor Halucha. Ja, precies. Verstandig, verstandig. Slimme jongen. Nou ja, ik ben tenminste blij dat hij niet gebaseerd is op weer. Want als hij ook gebaseerd was op weer, dan was ik ook al klaar geweest. Mm-hmm. Nou Milan, jij hebt de eer. Hoe moet ik de gelijk noemen? Weet ik veel. Wat is dat nou voor een vraag? Hoe wil je Gleed noemen? Ja. Noem hem Dark Magician. Kan dat? Past dat? We gaan kijken. Pas net. Jee. Geen spaties, maar... Oh, dat is niet erg. Dark Magician, de Gleed. Nu heb ik tenminste wel iets wat Liefbleed kan leren. Jee. En waar hebben we soms het probleem mee? Oh ja, Nessa. Had jij al de Snorlax gevangen of nog niet? Oeh, Energy Ball. Die kan ik wel aan iemand geven. Sorry, wat vroeg je? Had jij die Snorlax al gevangen of nog niet? Nee, nog niet. Dat is misschien nog wel een goeie om te doen. Want ik denk ook nu gewoon aan een backup team. Mm-hmm. Want dat was op zich wel nog het voordeel. Want je weet nog, bij mij ging bij Marnie ook iets dood. En als ik daar bijvoorbeeld geen Mandibus had gehad. En ik had het misschien moeten doen met Gorgeist. Ja. Mm-hmm. Het is toch even handig om even iets als backup te hebben. Welk level is die? 36. Oh. Het is laag, maar ja. Dan kunnen wij nog één risico voor jou gaan doen. Maar het risico moet je kijken, moet je even kijken of dat überhaupt kan. Ik weet niet of het weer daar ook voor is. In het midden van het beginstuk, waar je ook de apples kan krijgen. Axios Eye. Ja. Ja. Yeah. Hexerus. Ja, maar ik heb Axios al gevangen volgens mij. Oh nee, niet. Die ben ik toen niet tegengekomen. Oeh, Hexerus. Het is wel een risico. Ja, waarom is het een risico? Het is een Hexerus. En hij is level 60. Oeh, hij heeft Guillotine zeker. Dat weet ik niet. Of hij Guillotine heeft. Maar het is wel een risico. Want Hexerus staat bekend om zijn hoge attack. Dus moet ik eigenlijk eentje met een hoge defense inzetten. Yep. Eigenlijk moet ik even quickballs kopen. Dat wil ik nog eens helpen, ja. Netball, hierbal. Ja, ik ben zelf ook al bijna allemaal pokeball zijn. Maar ik ging ook niet echt vanuit dat Pokémon's bij mij dood zouden gaan, maar... Helaas. Here we are. Dus ik had een paar greepals verkocht om drainpunch te halen. Mm. Ja, die dingen zijn aardig duur, ja, maar ja, drainpunch. Ja. Yeah. Bij de volgende grinding sessie ga ik toch alweer trashjes fixen met de max ding, dus... Ik heb zoveel weer de money binnen. Ik heb Snorlax. Je hebt Snorlax, oké, nice. Ja. Yeah. Kom op, Snorlax, ga in deze fucking pokeball. Ah, echt. Snorlax, ik kan er zo meteen even Hyper Potion in gooien en dan beginnen we weer van voren af aan. Ga nou in die verdomde rotbal, want ik denk niet dat jij nog een bub blijft leven. Ja, ik heb hem nog Will-O-Wisped, dus... Zo. Ik weet ook niet hoe lang die nog blijft leven. Ik ga die Hexerus wel proberen te vangen. Oké. Succes. Oh.
maar eerst even een kwikballetje kopen. Nou, Snorlax, hier is je laatste kans. Sterf, Snorlax. Oh, ik zit in de... Snorlax is dood. Oh. Waarom heb je me nou gekild? Hij was gewoon Will-O-Wisp. En ik zat in heal. Ik heb hem nooit gedamaged. Hij is gewoon dood. Nice. Hij is gewoon doodgegaan door heal en burn. Dat was wel exact dezelfde strategie als dat ik deed. Oké, laten we even kijken. Jij hebt als goed is quickballs, toch? Ja. Waarachtig. Dank u. Even kijken of ik wat ik nog heb. Want... Dit wordt een lange aflevering, jongen. Ja, nou, het is eigenlijk de laatste voorbereidingen, hè? Want als wij de volgende aflevering bij de gymleader gaan falen en we hebben geen backups, dan ben je al klaar. Klopt helemaal. Even kijken, hij heeft een hoge attack, zei hij, hè? Ja. Oh. Maar wie heeft een hoge... Mij is ook een Hexerus. Oh, die moet ik vooral niet inzetten. Maar hij is wel een Beware. Heb ik nog... Ik heb nog een Pokédoll, dus... Ik kan even voor de lol even kijken... Hexerus, wees shiny. Nope. Dat zou leuk zijn. Dat zou leuk zijn. Nu, misschien is die van mij wel shiny. Ja, wie weet. Dat zou heel eng zijn als we dat nou voorspellen, hè? Nee, klopt. Nee, ik heb Pokédolls, dus ik kan zo weglopen. Oké, excuse I. Waar is die Hexerus? Daar is die. Shiny, shiny, shiny. Nope. Ja, oké, ik maak mijn ronde nog even af. Misschien is het op één plek. Misschien is het Foggy. Nee, Cloudy. Kom op, zit in de kwikbal. Gun mij alsjeblieft. Nee, hij zit niet in de kwikbal. Oh, maak me niet dood. Nee, maak me niet dood. Normaal weer. Ik weet niet of ik hem nu nog wel wil proberen te vangen, want hij doet fucking veel damage. Ik zei het, het is een risico, hè? Ik ga het risico niet nemen. Nee, ik pokedol hem. Ja, groot gelijk. Ik ga nog even één area checken en dan kunnen we de aflevering beëindigen. Yep. Want als ik geluk heb, wat ik 9 van de 10 keer niet heb... Mm-hmm. Misschien heb ik de Vespiquen Overworld Encounter. Die kan ik ook nog vangen, Vespiquen. Als hij er Overworld is. Net als Duraludon, maar ja, die kon de hele tijd niet. Nee. De bitch. Nope. Ik ga even heel flauw doen hoor. Kijken of ik misschien nog... Nee, wacht. Falk is de enige die je niet kan triggeren. Met die date glitch. Hoezo kan dat niet dan? Heavy Falk is gelokt naar postgame. Echt? Ja. Ik kan even een korte demonstratie voor de mensen doen. Dat vind ik best raar. Yep. Sunny. Ik ga nog heel even checken of Duraludon toevallig al gespant is. Sandstorm. Nou, het enige wat ik nog misschien had kunnen doen, maar ik heb ook geen Watch for Wishing Pieces. Mm-hmm. Want ik weet één plek waar altijd gegarandeerd een fairy rate is. Maar ja, ik heb geen Wishing Pieces, dus... Wow, er is nog steeds niks gerespawned hier. What the fuck? Goed, zullen we de aflevering beëindigen?
Ja, dit is puur de demonstratie, maar ik ben nu al 6, 7 dagen doorheen gegaan en ik heb nog steeds geen fork, dus. Nou. Dus mensen, bedankt voor het kijken. Volgende aflevering wordt niet de finale. Maar, Nee? Nee. Oh nee, Eternatus. Eternatus gaat nog wel een periode duren. Yep. Nou, in ieder geval tot de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op de Subpar Guys, het kanaal van Jordi. En natuurlijk op dit kanaal. En dan zien we jullie heel graag bij de volgende aflevering. Adios, amigo.